Donderdag 5 januari 2023. En wij hebben u beloofd dat we bij u terugkomen met een torie over een verschrikkelijke horror die op dit moment plaatsvindt in Suriname. Men staat er niet bij stil totdat het voor iedereen zichtbaar is wat er is gebeurd. We hebben het over de vergiftiging van. Kwik. In het Engels, de metak Mercury. Kwik, als aanlanger, hadden mij kring go to. Beste vrienden, op dit ogenblik, nu, terwijl ik praat, ademen mensen in de binnenstad van Suriname kwikdamp omdat er een aantal opkopers zijn die kwik verwerken in hun winkel achteraan, thuisfabrieken, en die lucht, die damp van die kwik, naar de buitenlucht sturen. Beste vrienden, dat is kwaaddadig. Greedy et doezanengas Money, who wants so. En want terwijl ze bezig zijn met dat geld, je go to toch, vernietigen ze. Generaties, want quick, zie je niet gelijk wat het heeft gedaan, maar het is bekend dat het een vernietigend effect heeft op jouw gezondheid. Quick ademen. Is levensgevaarlijk voor je longen. Quick aanraken 100% gevaarlijk. Quick drinken is nog veel erger. Beste vrienden, quick tast alles van je aan. Je hersenen, je DNA, de chromosomen, datgene waarmee je bent opgebouwd, een menselijk lichaam is opgebouwd. Je functioneren van je hele, je hele systeem. Longen, hart, nieren, lever, alles aan. Bij mannen kan het leiden tot onvruchtbaarheid. Dat is een pori asperma. Dat is asperma, niet? Bij vrouwen kan het zorgen voor. Vroegtijdige geboorte en misvormingen van de baby die is geboren. Beste vrienden, ik laat een paar plaatjes zien, en dat doe ik niet omdat ik het zo leuk vind. Nee, ik doe het omdat ik daarmee uw aandacht wil vestigen op de manier hoe serieus we moeten omgaan met quick. De regering moet kwek zonder meer verbieden. Kijk nou, Kwek is al terechtgekomen in de voedselketen van onze familie in het binnenland. Dus treurde mijn nou goot u toch, de man gaan bezig, goot u toch. A kwik is watra. Die mensen drinken het water dat vervuild is. De vissen, die zwemmen er doorheen. Het gaat in hun vlees zitten. En u eet straks ayawara met kwik. In een oud gedicht van me heb ik reeds gezegd: wanneer wij vis kunnen vangen om kwik te oogsten. Zijn we verschrikkelijk laat. Beste vrienden, ik heb het gezegd. En ik denk dat in de hele wereld duizenden mensen het gezegd hebben. Het is bewezen. Men weet het. Maar het geld schijnt veel belangrijker te zijn dan de gezondheid van een volk. Beste vrienden, in Indonesië weten ze wat het betekent. In Amerika weten ze wat het betekent. In Chineis, China weten ze wat het betekent. Ook in India weten ze wat het betekent. Kwik is levensgevaarlijk. Een tapping. Doetrasani. Want je vergiftigd. Aladdin pikini komt. Die kinderen krijgen geen eerlijke kans om ouder te worden, om groot te worden. De inname van kwik beperkt zelf. Hun leeftijdsgrens. Dus hoe oud mensen worden. Kan bepaald worden. Door die inname van kwik. Je hebt het over een vergiftiging. Je hebt het over een vergift. Waarvan je de resultaten niet gelijk ziet. Dat je dingen op je kwik. Dat je je hand bloedt. Nee. Het kan maanden. Jaren duren. Voordat het zichtbaar wordt. En wanneer het zichtbaar is, dan is het te laat. Beste vrienden, deveer rustig en doe met deze informatie wat je moet doen. Als ik u was, zou ik helpen om deze tip te verspreiden naar alle mensen van Suriname. En zeker ook naar onze familie in het binnenland. Laat mij weten dat men bezig is met een, een bom. Een uitgestelde verschrikking. Ik kan me toch niet voorstellen dat dit soort kinderen geboren gaat worden straks. In het binnenland van Suriname. En natuurlijk ook in de stad waar die damp is. Beste vrienden, Devi Rustig, Jaara. Devi Rustig. Devi Resta, but blijf denken. And blijf smiling. Suriname United is the only way we are going to win the fight. For a Maribuku, tot later.